Nou, Bianca is net weg. En Nancy? Amy? Ja? Ik ga met de kids in bad, hè? Nee. We laten even een stukje van onze avondroutine zien. Voor zover als dat lukt. En normaal gesproken is het zo dat Maarten al naar boven is gegaan met Nancy? De kids. Ja? Ik hoor de kinderen in bad, hè? Nou. Normaal gesproken gaat Maarten dus de kids in bad doen. En ik ben dan hier aan het opruimen, de tafel en de vaat enzovoort. Maar omdat mijn zusje hier was, is dat al gebeurd. Want die is altijd heel fixed daarmee. Als Maarten al met de kids in bad is, ik ben degene die dan pyjama's klaarlegt. Bla bla, ik laat het jullie zien. Oh ja, de ene is eng, hè? Ja, sorry. We hebben hier op een Nicky's kamer. Hier de pyjama klaarleggen. Een onderhemd. En een boxershort die niet te klein is. Niet te groot is. Wat ik dan doe? Leg ik het hier op zijn bed? Ja, misschien is het een beetje overdreven, want hij kan het natuurlijk eigenlijk ook al vanaf een stapeltje pakken. Zo is het ooit begonnen om hem te leren zich alleen aan te kleden en dat zit er nog steeds in. Kijk, zo leg ik het dan klaar. Dan kan hij zo zijn onderbroekje aan, dan zijn onderhemd, zijn broek en zijn trui. Even kijken wat hij morgen aan kan. Die... Dus mij wordt het weer min, weet ik het hoeveel graad. Dus even lekker warme kleren. Oh, de blauw. Dus dan pakken we ook blauw. Zo. En sokjes. Zo. Die leg ik dan op de gang neer. Kunnen we die dadelijk wat mee naar beneden nemen. Dan de pyjama van Lea. Zo. Even kijken. Oh, wacht, die was hier nog. De gang. Zo, lekker warme pyjama. Dan hebben we rompertje eronder. En een luiertje. Kleren van morgen. Geheid dat ze weer iets met een prinses aan wil. Dit is natuurlijk prinses, hè. T-shirtje. Misschien deze. Moet een beetje zomers te houden. Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Bloem op bloem. Nancy, denk even na. Dit is het t-shirt geworden wat er dan bij past. Even de was hier nog opruimen. Dan breng ik meestal de kleren van morgen alvast naar beneden. En dan ga ik daar een ui halen. Van Lea, is nog aan het hoesten. En dat leg ik dan nog, of nog al, hier neer. En in verband met het hoesten, een lepeltje honing. En als de een wil, dan wil de ander dat ook. Hey, Ernst. Ja? Op Nicky's club mag je alles. Op Nicky's club mag je alles. Oh, dat wil ik ook wel op zijn club. Dat leg ik dan hier klaar, want hier krijgen ze dadelijk nog een verhaaltje. Oh. Even alvast hier neerleggen. En wat ik ook doe, voor met luchtvochtigheid en dat gehoest, maak ik deze doek vochtig en die hang ik hier over de verwarming. 1, 2. Zo. Kennen jullie het fenomeen dat als ze dan op bed liggen, je bent al beneden. Mama, ik heb dorst! Om dat voor te zijn, krijgen ze iedere avond nog een slokje water. Doe je dat altijd zo dat je aan je neerlegt? Ons systeem, kijk, daar gaat alles omheen. Ja, interessant. Ik was hiermee bezig. Dat leg ik dan allemaal klaar. Dit is dus de tandborstels en tandpasta. Dit is een crème die Nicky heeft een eczeemplekje af en toe dat we even moeten insmeren.
Luuf, verwarmde verkoudheid, neusspray als de neus dicht is, wat water, honing. Nou ja, dat is het. Is ook genoeg, hè? Moet roken mijn kind af. Oké. Zo. Kom in, hè. Nicky gaat zich meestal zelf aankleden. Hij denkt altijd dat het een wedstrijdje is. Goed, het is een wedstrijdje, ja. Ondertussen ga ik... Ik ben echt altijd van het kramen en van het opruimen, zeg maar. Ja, als je dan de hele dag al met de kids bezig bent geweest, is het ook wel fijn dat Maarten nu even de tijd met ze heeft. En ja, klinkt als een mooi verhaal, toch? Waarom eten van een vlieg... De smelapps. We heten vanaf nu de smelapps. Want dit team is echt snel. Welk team? Nou, ons team. Hé, hey, Nicky al. Gaat hij doet je dit? Nee, Nick. Hij is Waar was hij? Schat? Nee. Had je de ei op de grond gelegd? Ja. Waarom? Of wil je daar zitten voor de sokken aan te doen? Ja. Wat ga je nou doen? Oh, samen. Ja, mama wilde de was even verzamelen. De badkamer. Ga je een verhaaltje luisteren bij papa? Even checken of er nog iets schoon gebleven is. Nee. Wat gaan we? Is papa? Ik heb een mooi dag. Dit weer opruimen. En moeders doet dan ook heerlijk haar joggingpak of pyjama aan. Ik heb mijn sokjes. Ja. Ik wil nog dansen. Wat? Slottenbaan. Even slottenbaan, hè? Ik zie het. Mag ik bij jou liggen? Mag ik bij jou liggen? Of ga je met mama dansen? Doe je. Dat was de meisje. Slaap lekker, schatje. Slaap lekker. Tot morgen. Tot morgen. Ook voor jou. Zien de mensen mij? Ik weet het niet. Je bent heel donker. Tot rusten. Tot morgen. Goed? Morgen is lekker weekend. En dan is het nu... We zijn nog rond 6:30 of zo naar boven gegaan. Kwart na, iets later denk ik. 6:15 en het is nu... 7:40 en ik hoor ze nu alweer van, nou ik wil nog drinken. En Maarten heeft net dus volgens mij dat slokje water niet gegeven. Dus daar maken ze nu nog aanspraak op natuurlijk. Dan stemmen we meestal nog af wat we gaan doen. Soms edit ik nog een beetje en gaan we daarna een serietje kijken. Of we doen wat opdrachten voor wonderlijk werken. Of we bespreken wat we die week gaan doen of dat weekend gaan doen enzovoort. Dus ja, dat gaan we nu ook even doen. Please don't talk about me when I'm gone. Oh honey, though our friendship ceases from now on.